Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Vindt u dat er extra maatregelen moeten komen tegen de ongevaccineerden? Ja, zeker. Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat het goed is om een groep helemaal zo uit te sluiten. We moeten het wel met elkaar doen, maar we moeten wel kijken van wie kan wat bijdragen. Maar één groep echt helemaal eruit zetten en daartegen maatregelen treffen, dat lijkt me niet wenselijk. Waar moet u dan aan denken? Nou, dat mensen dus die niet gevaccineerd zijn, dus in ieder geval een dwang op moet gezet worden van jongens, ga je leren vaccineren. Dat vind ik een moeilijk onderwerp. Ik vind dat iedereen de vrijheid moet hebben om te doen wat hij wil. Maar het kan wel wringen als je op het moment dat je in het ziekenhuis belandt met iets ernstigs, als gevaccineerde, en een ongevaccineerde krijgt voorrang. Op de intensive care bijvoorbeeld. Daar kan het wringen. Maar principieel ben ik tegen onderscheid maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Denkt u ook dat de persconferentie, ook al is hij vervroegd, alsnog wat een beetje aan de late kant is gekomen? Ja, vind ik moeilijk om te zeggen. Ik denk dat de cijfers nu zo snel gaan dat het iedereen een beetje overvalt. En het is ook altijd een beetje wijsheid achteraf. Maar nu hoe eerder hoe beter, denk ik. Hoe eerder hoe beter we meer informatie krijgen en bevestiging van wat er van ons verwacht wordt. Ik denk dat iedereen daar baat bij heeft. Ja, veel te laat. Wanneer hun komen, dan krijg je weer waarschijnlijk mondkapjes, verplichting en misschien 1,5 meter weer, popconcerten wat niet doorgaat. Ik zeg, en dan gaat het nog eens een keer een week eroverheen. En denk, veel te laat allemaal wat hier gebeurt. Dat denk ik ook. Want iedereen ziet nu de cijfers enorm stijgen. Er komen steeds meer besmettingen. Dat groeit per dag enorm. De ziekenhuizen kunnen het nu al bijna niet aan. Laat staan over 2 weken. Dus op het moment dat je nu iets had gedaan, dan had je in ieder geval al een paar dagen gewonnen. En een paar dagen winnen betekent voor de ziekenhuizen heel erg veel. Wat denkt u wat er gezegd gaat worden aanstaande dinsdag bij de persconferentie? Ja, ik denk dat we weer helemaal terug naar af zijn. Gewoon 1,5 meter en dergelijke. En mondkapjes. En ja, vertel het maar. Ik wacht dat ze de maatregelen weer zullen bespreken. Dus wij die we hebben losgelaten, zoals 1,5 meter afstand, mondkapjes op waar dat nodig is. Handen wassen, echt proactief je afstand houden. Dat ze dat met name weer zullen bevestigen en wellicht ook de instanties die moeten handhaven, of dat horeca is of elders, dat die bijvoorbeeld zo'n QR-code ook weer handhaven zoals het bedoeld is. Want we zien dat dat ook te weinig gebeurt. Ik denk dat de essentie zal zijn. Ik denk dat er weer 1,5 meter afstand gaat komen en dat de mondkapjesplicht weer gaat ingevoerd worden. En ja, verder gaan we het even afwachten.